je ziet in de Bijbel, in Genesis 1, zie je dat hij in meervoud en in enkelvoud praat. Ja? Als je gaat naar Genesis 1, vers 26, dan zie je staan, en God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee, over de gevolgen des hemels, en over de vee en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Dus je ziet dat hij ons pakt, en dan gaat hij schakelt hij terug naar eenvoud. Dat is geen enkel probleem voor God. Ja, er is rabbijnse commentatoren die zeggen dat als God spreekt in Genesis, een van de, eigenlijk komt het alleen daarvoor, in Genesis, dat God zegt, laat ons mensen maken naar ons evenbeeld. Dat God de mens heeft gemaakt naar het evenbeeld van de aarde, omdat je lichaam uit de aarde is genomen. En jouw ziel is naar het evenbeeld van God, omdat jouw ziel is genomen uit Gods geest. Dat is wat rabbijnse commentatoren zeggen. Een Jewish medieval Bible scholar, Moses Nachmanides, de Ramban, who says that the creation of man is really a dual creation. It comes from two parts. The human being was created both from the earth and by God breathing into the earth his breath and giving the human being a soul. So Nachmanides explains that in the creation of man, God really addresses the earth, the world, and God says to the world, let us make man. You, the world, will give the physical component of the human being from the earth, and I, God, will give the human being the spiritual component, his soul, by the breath.